Vrienden en fans, welkom terug bij een nieuwe video en welkom bij Project Hospital. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Valentino en welkom op mijn Let's Play kanaal. Nou, we hebben in het verleden Two Point Hospital gespeeld, dat is ontzettend leuk, maar ik wou toch iets realistischer gaan spelen. En dat kan perfect met deze simulator, want dit gaat echt ontzettend ver. Nou, wat is nou precies Project Hospital? Word tegelijkertijd een topdokter, een aspirant architect en een succesvolle manager. Ontwerp je eigen ziekenhuis, pas elk detail aan of kies één van de kant-en-klare scenario's en ga aan de slag als dokter. Contracteer verschillende verzekeringsmaatschappijen om toegang te krijgen tot patiënten met interessante medische aandoeningen, onderzoeken en laboratoriumruimtetests uit te voeren en verschillende apparatuur te gebruiken om de diagnostische puzzels op te lossen. Neem uw patiënten op in het ziekenhuis, voer een operatie uit en meer. Nou, als dat niet realistisch klinkt, weet ik het niet. Dit gaat behoorlijk ver. We krijgen mensen met allemaal uiteenlopende ziektes. Het kunnen kleine dingen zijn, het kunnen hele serieuze dingen zijn. We moeten mensen opereren. Dat kan later, want we moeten natuurlijk gaan uitbouwen. Waar het op neerkomt, is dat we gewoon heel erg moeten gaan opletten wat we doen. Maar we gaan sowieso eerst een tutorial spelen, want dit is ook nieuw voor mij. Ik zou het trouwens ontzettend leuk vinden als je mij zou willen volgen op TikTok. En daarnaast hoop ik je natuurlijk elke zondag om 6:30 in mijn livestream hier op YouTube te zien. Nou, genoeg gepraat. Laten we gewoon lekker gaan beginnen met Project Hospital. Veel kijkplezier. Yes, welkom bij een nieuwe video. Wat leuk dat je weer kijkt. Welkom, we gaan lekker beginnen. We zitten in de tutorial van het spel, want ja, wat ik al zei, ik ben ook nieuw in deze game. En wat sowieso heel erg fijn is, vooral met dit soort games, is dat het in het Nederlands is. Het is in het Nederlands, we kunnen het allemaal begrijpen en we kunnen het allemaal volgen. Nou, laten we gewoon lekker gaan beginnen. Dag baas, bedankt dat je terug bent om ons te helpen. We weten dat je je reden had om met pensioen te gaan, maar we kunnen echt iemand met jouw talent gebruiken. We weten dat je goed was in het diagnosticeren van patiënten. We hebben wat personeelsproblemen in de kliniek. Zou je ons kunnen helpen met een paar patiënten? Oh, maak je geen zorgen. Ik zal je helpen herinneren hoe alles hier werkt. Laten we eerst eens kijken wat er aan de hand is. Je kunt inzoomen met het muiswiel en het beeld verschuiven door de middelste muisknop ingedrukt te houden. Nou, ik kan inderdaad zoomen en ik kan bewegen. En wat me sowieso heel erg opvalt aan deze sim is dat het er heel mooi uitziet. Ik vind de artwork heel mooi. Ik vind echt dat het is een beetje getekend. Ik vind het heel mooi. Je ziet ook dat alle muren omhoog staan en dat het uitzicht beperkt. Verander dit naar het beeld dat jou bevalt. En dan zien we onderaan een pijl en die wijst dan hier naartoe, zodat we de muren weg kunnen halen of tevoorschijn kunnen halen. Oké. Fantastisch. Selecteer nu de patiënt die geduldig op ons heeft zitten wachten in de dokterspraktijk. Nou, dat is dus deze mevrouw hier, denk ik. Ik kan niet meer inzoomen als dit. Ik had liever gewild dat we nog één keertje konden inzoomen, maar dat kan niet. Nou, laten we gewoon op de klik en dan gaan we het zien. Dit is de kaart van de patiënt. Het geeft je alle belangrijke informatie en je kunt vanaf hier bepalen wat er met je patiënten gebeurt. Dus dit is Een soort dossier van onze patiënt. Aan de rechterkant vind je de geschiedenis van de 6 laatst geselecteerde personen. Oké, dus naarmate we meer patiënten krijgen, zien we hier een lijst ontstaan met de 6 laatste mensen. Oké. Als je klikt op het portret van de persoon, zal de camera op hem of haar centreren. Ja. Je kunt kiezen wie verantwoordelijk is voor je patiënt. Jij of je personeel kunnen voor hen zorgen of je kunt het direct overnemen. Laten we deze patiënt onder jouw controle houden. Nou, dan hebben we hier dus inderdaad bediening staan. Dus ik neem aan dat dit dan de dokter is. Dit zijn wij en dit is wat anders. Ik kan er niet op klikken, dat is automatisch gegaan, denk ik. Het bovenste deel op de kaart laat de persoonlijke gegevens van de patiënt zien en bij welke afdeling zij of hij onder behandeling is. Het behoeftepaneel aan de rechterkant laat het tevredenheidsniveau zien en daaronder kun je de perks en rare gewoonten van de patiënt zien. Dus dit is wel, het is heel leuk, dit gaat heel ver. We hebben een vrouw van 40, ze is accountant en ze is onverzekerd, betaling 0. En hier zo zien we dan honger, we zien blaas, we zien ongemak en we zien de tevredenheid. Het volgende paneel laat alle mogelijke diagnoses zien die bij de vastgestelde symptomen van de patiënt passen, geordend op waarschijnlijkheid. Je kunt een keuze maken door een diagnose te selecteren. Oké, dus als er een patiënt binnenkomt, dan hebben we mogelijke diagnoses. Ik snap het al een beetje. Dus hier krijgen we huidige symptomen. Oké. Het symptomenpaneel laat alle verborgen en onthulde symptomen zien. Links kun je zien bij welke dokter de patiënt onder behandeling is.
Dus is onder behandeling van Brooke Moore. En dat is een co-assistant. Oké. Oh, ik ging iets te snel. We hadden hier ook onze huidige symptomen. Niezen, vermoeidheid, verstopte neus. Dit is het onderzoekspaneel waar je onderzoeken kunt aanvragen om de verborgen symptomen te vinden. Probeer huidinjectietesten te selecteren om genoeg verborgen symptomen te onthullen, zodat er maar één mogelijke diagnose overblijft. Oké, dus we kunnen hier gewoon op klikken waarschijnlijk en dan komt dat in onze actieve onderzoeken terecht. En dan zien we wat meer symptomen, waardoor we weer een betere diagnose krijgen of gewoon een vaste diagnose die we dan kunnen stellen en dat we dan degene kunnen behandelen, neem ik aan. Dus laten we dat doen. Huidinjectietest, waar staat dat? Acculatie. Ja, er staan dingen tussen waar ik nog nooit van gehoord heb, jongens. Dus we gaan gewoon dit doen. Huidinjectietest. Ja. En nu, we zien wat gebeuren. Oh, mevrouw wordt ook echt daadwerkelijk... Oké, dit is wel heel erg gaaf. Het is best wel... Oké, dit had ik niet verwacht. Ik dacht dat het letterlijk gewoon foto's zouden zijn op een fotomanier. We horen zo praten met elkaar. Oké, ze wordt nu behandeld. Krijgen dus een... Oh, waarom kan ik niet meer inzoomen? Dat is jammer. Als ik trouwens hier zo op het vraagtekentje klik, dan zien we ook in uitvoering is oranje. Dus dat gebeurt nu ook. We zien dat de injectietest in uitvoering is. Groen is finished. Klaar, niet beschikbaar. Kan gepland of geannuleerd worden. Dus dat kan ook nog. Kunnen ook nog annuleren. Nou, we hebben de behandeling volgens mij gedaan. Ze begint zich weer aan te kleden. De spulletjes worden teruggezet. En dan ben ik heel erg benieuwd. Ja, of er wat tevoorschijn gaat komen, want we willen natuurlijk meer symptomen zien. Om een goede diagnose te stellen. Oké, procedures voltooid. De geplande procedures zijn voltooid. De laatste was huidinjectietest. De patiënt wacht op je om het volgende onderzoek te plannen. Oké. Je kunt zien welke uitgevoerde onderzoeken symptomen hebben onthuld. Degenen die dat hebben gedaan zijn groen gemarkeerd. Ga je gang en selecteer de diagnose die over is. Oké, dus we hebben vastgesteld dat het hooikoorts is. Hooikoorts of allergische rhinitis is een ontsteking in de neus veroorzaakt door een allergische reactie op een allergeen in de lucht, zoals boom- of graspollen. Nou, we gaan daarop klikken. Nu kan niets ons weerhouden de patiënt te behandelen. Je kunt over het icoon van je geselecteerde diagnose zweven om een tooltip te zien die de juiste behandeling voorstelt. Ga je gang en kies de behandeling. Dus als we hier overheen staan, dan zien we onderaan inderdaad... Dan moet ik even gaan lezen wat dat is, jongens. Antihistaminica. Ja, zo leren we weer wat vandaag. En dan zien we onderin helemaal. Zien we beschikbare behandelingen. Er staan ook weer wat dingen tussen dat ik denk van wat is dat in godsnaam? Maar we gaan dus dit doen. Geneesmiddelen die allergieën behandelen. Tegenovergestelde activiteit van histamine... wat de woorden. Ik vind dit heel erg gaaf. Vooral omdat het gewoon in het Nederlands is. Dus we kunnen echt letterlijk gewoon hiervan leren. Maar we gaan dat geven. En dan zien we dat de behandeling in... of de medicijnen behandeling zijn. Goed gedaan. Je hebt je eerste patiënt behandeld. Afhankelijk van de gekozen behandeling... zal je patiënt genezen... of laten terugkomen met nieuwe symptomen. Dus we moeten ook nog gaan oppassen ook nog dat we het goed doen. Laten we verder gaan om een andere patiënt te helpen. Oké, we zitten zo te zien weer in een nieuwe kliniek... of een andere patiënt... Hier is onze volgende patiënt. Klik op de patiënt die bij de dokterspraktijk zit. Dus we gaan op haar klikken. Dat is Lisa Moore. Vrouw van 31, accountant. Ze is wel verzekerd bij Zeker Zorg. Je hebt waarschijnlijk eerder al opgemerkt dat sommige onderzoeken niet beschikbaar zijn. Grijs. Die hebben speciale kamers of apparatuur nodig. Ja, want we hebben inderdaad een kamer hiernaast ineens. Maar we zien wel de huidige symptomen. Dat zijn spierzwakte. Rugpijn. Medium. Intensieve pijn in de rug. Fysiek onderzoek, pijnstillers en hier staat bij verzwakking van een specifieke spier tijdens samentrekking. Fysiek onderzoek of NSAID's. Ook een soort van medicijn, denk ik. Als ik nou dokters heb die aan het kijken zijn, laten we even weten wat dat precies is. Nou, onder behandeling van Mary White. En inderdaad, als we kijken bij beschikbare onderzoeken, dan zien we röntgenfoto van de rug in grijs. Niet beschikbaar, technoloog niet beschikbaar. Dus we hebben wat anders nodig. Ja, een röntgenkamer, die moet hier komen waarschijnlijk. Want ik zie hier ook een röntgen teken. Als je met je muis over het grijze icoon zweeft, zal een tooltipje vertellen wat er mist. In dit geval missen we de kamer en de technoloog om een röntgenfoto te kunnen maken. Er zijn tooltips beschikbaar in het hele spel met extra informatie bij elk icoon in elke categorie. Laten we nu het ziekenhuis snel verbeteren. Oké, dan zitten we weer in een nieuwe, of een, ja, dezelfde kliniek, maar we hebben een röntgenkamer. Die is heel snel ingericht, dat heb ik niet gedaan, dat deed het spel.
Alles zou nu in orde moeten zijn en als je de kaart van de patiënt weer opent, kun je het nu beschikbare onderzoek selecteren. Dus als ik nu op haar klik, dan zien we inderdaad dat het groen is geworden en dat we dus wel de behandeling kunnen doen, omdat we letterlijk een röntgenkamer hebben en we hebben een technoloog. Of hoe heette dat ook alweer? Hoe heette dat? Ja, dat is de Jay Smith en er staat ook een icoon bij van die kamer. En ze heeft dus specialisaties in radiologie en neurologie. En haar vaardigheden jongens, dit is super vet, man. Dit gaat echt heel ver. Nou, laten we gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Alles zou nu... Oké. Ja, we kunnen dat onderzoek selecteren. Dus we gaan dat doen. We hebben het erin gezet. Als je op de hoogte gehouden wil worden, moet je de patiënt onder jouw zorg houden of onder toezicht houden. Hetzelfde icoon schakelt tussen alle vormen. Dus als we hieronder kijken, dan zien we inderdaad hier zo'n grijze of een zwarte balk. En als ik daar dan op klik, dan zien we dus alle favoriete patiënten, of in ieder geval de patiënten die wij onder onze hoede hebben. Ja, we zien hier de patiëntennaam, we zien diagnose, nog niks natuurlijk. We zien medium risico, afdeling spoedeisende hulp. Ik neem aan dat we hier ook chirurgie krijgen en allemaal andere kamers. Nou, hoe oud ze is, wat voor beroep ze doet, of ze verzekerd is. Op dit moment is de patiënt onder jouw zorg precies zoals we willen. De kaart kan gesloten worden door de X in de hoek rechtsboven. Vergeet niet dat je altijd op de lijst rechts toegang hebt tot de laatste personen. Dit onderzoek kost wat tijd. Je kunt de speeltijd versnellen door gebruik te maken van de knop in het midden van het hoofdpaneel. Oh, dat is dus hier. We kunnen ook inderdaad versnellen. Maar ik wil dat niet. Ik wil gewoon kijken hoe het eruit ziet. Dus dat gaan we even niet doen. Ik wil even kijken hoe dat onderzoek eruit ziet. Want we gaan nu foto's maken en even kijken hoe ver ze hiermee gaan. Ik ben wel benieuwd hiernaar. We horen ook letterlijk. No way. What the hell? Oh, we zien ook mogelijke diagnoses nu. Scoliosis. Oh, ik weet wat dat is. Nou ja, je ziet het eigenlijk al. Dat is als je ruggenwervel niet recht gaat, maar helemaal als een soort van slang door je lijf heen gaat. Dat lijkt me trouwens echt verschrikkelijk om te hebben. Nou, er wordt op de computer gezeten nu. Ik denk dat het klaar is. Oh, ze gaat wat anders doen. Nee. Ze gaat letterlijk de foto van de rug bekijken. Maar het is al 100% onze diagnose. Nou, in ieder geval, we zijn nog steeds bezig. Ze gaat nu weer terug naar de patiënt. Laten we eventjes doorspoelen een stukje. Oké, de kleding wordt weer aangedaan. Het apparaat wordt uitgezet, denk ik. Oké, we hebben wat meer informatie. De pop-up notificatie zegt dat de röntgenfoto een symptoom heeft onthuld. We zien inderdaad een nieuw symptoom en dat is scoliotische bevindingen. Lichamelijk onderzoek en röntgenbeelden hebben een abnormale kromming van de wervelkolom aangetoond. Een röntgenfoto rug en dan is de behandeling staat eronder oefening. Dus waarschijnlijk als ik dit doe. Ja, dan zien we trouwens ook wat we ermee verdienen. 400, oefening is de behandeling. En er staat erbij scoliosis is een vergroeiing van de wervelkolom waardoor deze eruit ziet als een letter C of S. Scoliosis is meestal pijnloos, maar kan wel nek- en rugklachten veroorzaken op latere leeftijd. Nou, laten we haar dan maar gewoon de behandeling geven. Dat zijn oefeningen. En dan denk ik dat... Wat gebeurt er nou? Het spel zat vast, of niet? Je kunt de manier waarop je notificatie ontvangt veranderen door te schakelen tussen... Ja, dat zag ik net. We kunnen dat doen, maar ik laat het liever zo. Door op oké te klikken kun je de notificatie sluiten. Je kunt de berichten uit het logpaneel heropenen door in de hoek rechtsonder van het scherm te klikken. Dat is hier. Dus als ik hierop klik, dan zien we hier weer een pop-up en hier kunnen we dat veranderen. Ik hou het liever gewoon zo, ik vind dat wel fijn. Het laatste onderzoek door het röntgenapparaat heeft het laatste verborgen symptoom onthuld die uniek is voor de ziekte van de patiënt. Als de diagnose niet duidelijk was, zou deze bevinding het bevestigen met 100% waarschijnlijkheid. Normaal gesproken is onderzoek radiologie stadslab het meest zekere manier om een diagnose te bevestigen, maar ze kosten ook veel tijd. Je kunt de patiënt verder zelf behandelen of het aan de dokter overlaten. We hebben de basis gelegd en nu is het tijd om de kliniek op gang te krijgen. Behandel 4 patiënten, dus nu moeten we gaan beginnen. In het hoofdpaneel kun je zien hoeveel patiënten er zijn behandeld. Oké, mevrouw die gaat nu weer terug. We hebben haar een oefening gegeven. Wat is dit dan hier? Stuur een onbehandelde patiënt naar een ander ziekenhuis. Selecteer afdeling. Dus als we deze persoon dan niet kunnen behandelen of we moeten bepaalde dingen doen die wij niet hebben, bijvoorbeeld een chirurgie of weet ik veel wat, dan kunnen we haar dus naar een ander ziekenhuis sturen. En we krijgen nieuwe patiënten binnen. Wat is dit? Oh, wacht, hier zit trek in een soort van nummertje, denk ik.
Ik denk dat dat het is. We zien hier ook een soort tv. Kijk dan, ik vind het zo gaaf gedaan. We krijgen wel heel veel patiënten. We krijgen een nieuw patiënt. En ik ga even pauzeren. Nou, we hebben hier dus die bediening. Ik heb net geklikt op haar. Die zit nu in onze dokterskamer. Onze spreekkamer heet dat officieel. Esther Jacobs, vrouw van 37, administratief, leven gaat door, verzekering. Nou, we zien nog helemaal niks, want ze is een nieuwe patiënt. We gaan een interview doen. Daar beginnen we denk ik altijd mee, net zoals dat je naar de dokter gaat. Het interview van de patiënt om zoveel mogelijk waardevolle informatie over zijn medische achtergrondklachten te krijgen. Vereiste ruimte, elk kantoor, diagnostische eenheid. Nou, ik wil dit zelf doen, dus ik ga niet dit doen, maar ik ga dus hierop klikken. Standaard patiënt bediend door speler. Dus we gaan hierop klikken en dan gaan we nu beginnen en dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. We krijgen een rood oog. Verandering van de kleur van de sclera. Van wit naar rood. Geïrriteerde hoest. Niet productieve hoest zonder slijm. Impulsief herhalend. Vergezeld van een droge keel. Jongens, wat hebben we veel symptomen? Wat gebeurt hier? Oké, procedures zijn voltooid. Ik ga hem even op pauze zetten, zodat we even rustig kunnen kijken. Nou, we hebben op basis van ons interview hebben we al vastgesteld wat de diagnose is van haar. Ze heeft dus geïrriteerde hoest. Ze heeft een rood oog. Ze heeft jeukende ogen en ze is vermoeid. En dan komen we uit op hooikoorts. Dus dat hebben we eigenlijk al gehad. Laten we dan, wat was dat ook alweer? Antihistaminica. Dat woord gaat me goed af tot nu toe. Nou, laten we dan die behandeling geven. En dan klikken we eventjes weer op play. En dan zien we nu staan, stuur een behandelde patiënt naar huis. Dus dat gaan we ook doen. Dus we hebben haar een behandeling gegeven. Zij mag naar huis. Ze zit nog steeds hier. Het is een beetje lastig om te zien, maar ze zit er echt. Er wordt... Dat meen je niet. Wordt er een recept uitgeschreven? Oké, hadden jullie dit verwacht? Ik niet. En we verdienen daar €100 mee trouwens. Nou, mevrouw die gaat weer naar huis, denk ik. Ja, we hebben het goed gedaan. Mooi. We zien hier trouwens onderin groen, rood en grijs. Dat groene is genezen patiënten. Het rode is mensen die weg zijn gegaan, denk ik. En het grijze is... Ik heb geen idee. Er staat overal hetzelfde. Dat is vreemd. Maar goed, we gaan ons focussen op onze volgende patiënt. Dat is deze kale meneer hier. Dat is Klaas Brouwer. Ik ga die natuurlijk ook weer zelf bedienen. Dat is een man van 36. Administratief en verzekering leven gaat door. We gaan op play klikken. En dan gaan we kijken wat hieruit gaat komen. 7 verborgen symptomen. Dus hier kan van alles uit gaan komen. Laten we gewoon wachten totdat we alle symptomen hebben gezien. We krijgen al braken. Verlies van eetlust. We zien ook allemaal mogelijke diagnoses nu. Oh my god. Wat stond daar? Nierfalen. Waterpokken. Procedures voltooid. Oké. Dus, even pauzeren. 51% waterpokken of 49% appendicitis of zo. Appendicitis. Nou, dat is dus 50-50. Daar hebben we niks aan. We moeten het zeker weten. Dus we gaan wat onderzoeken doen. Maar hoe weet ik nou wat voor onderzoek ik moet doen? Nou, we hebben dus verlies van eetlust, braken en koorts. Laten we dan een fysiek onderzoek doen. Laten we daarmee beginnen. Laten we even kijken wat er gebeurt als we dat hebben gedaan. Of er misschien nog wat... tevoorschijn komt, want we hebben er nog 4. We hebben 4 verborgen symptomen. We zien hier zo onder trouwens de perks. Dus hij is een toerist. Spreekt de moedertaal niet. Langzamere communicatie. Oké, dus dat maakt het misschien wat lastiger om hem te kunnen behandelen. Ik hoop het niet natuurlijk. Dat zou lastig worden. Maar we gaan het zien wat er uitkomt. We zijn in ieder geval bezig. Ik vind het ook heel erg leuk dat als je ergens overheen gaat, dat je dan ook eigenlijk... Ketel, je kunt precies zien wat het is. In het Nederlands. Oké, ik schrik hiervan. We krijgen heel veel nieuwe symptomen na ons fysieke onderzoek. Dus we hebben paraplujas, wou ik zeggen. Wat is dat nou? Papulas en blaasjes. Hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, jeukende blaren. Dus we hebben daar waterpokken uitgekregen. Waterpokken of varicella is een zeer besmettelijke ziekte veroorzaakt door het varicella-zoster-virus. De ziekte uit zich in een karakteristieke huiduitslag, jeukende blaren, welke uiteindelijk genezen. Nou, de behandeling daarvoor zijn virusremmers. Dus we gaan die diagnose stellen. Dat hebben we nu gedaan, definitieve diagnose. En dan gaan we hem virusremmers geven. En dan gaan we hem naar huis sturen. Nou, dus ik neem aan dat het spel, dat dit eigenlijk de game is. En dat je zeg maar, je krijgt steeds moeilijkere diagnoses. Op een gegeven moment heb je ook meerdere kamers nodig. We hebben nu alleen maar een röntgenkamer.
Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment ook een IC kan maken, een chirurgiekamer. Ja, dit is heel leuk. Nou, meneer die mag weer lekker naar huis toe. Hij heeft net een recept gekregen van onze dokter. En dan gaan wij gewoon rustig wachten op de volgende patiënt. Eens even kijken. Dit is onze nieuwe patiënt. Ze gaat hier net de deur en dat is Lia Verhoeven. Dat is een vrouw van 46, cachet en is verzekerd bij Leven Gaat Door. Wat voor perks? Snelle stofwisseling. Heeft veel sneller trek, dat heb ik ook. Nou, we zien nog helemaal niks, maar er zijn 9 verborgen symptomen, jongens. Dit kan wel eens moeilijker gaan worden. Nou, mevrouw is al wat aan het vertellen. We zien spier- en gewrichtspijn. Nachtzweten zien we. We zitten nog op 4 mogelijke diagnoses. Oh, we hebben hem al. Slaapproblemen. Maar we zijn nog steeds bezig. Vermoeidheid komt er nog bij. En ik denk dat dit hem is, of niet? Nee, we krijgen ook nog zwakte erbij. Dus dit is dan, of althans de dokter zegt dat, chronisch vermoeidheidssyndroom. Oh, dat lijkt me heel vervelend als je dat hebt. Dus we gaan dat als diagnose stellen. En wat staat daar dan bij? Chronisch vermoeidheidssyndroom is een zeer gecompliceerde ziekte, welke refereert naar extreme vermoeidheid waarvan de oorzaak medisch niet aangetoond kan worden. Nou, we krijgen daar 100, ik weet niet wat dat is, dat is een patiënt waarschijnlijk. We krijgen er 100 euro voor. Ik doe alles in euro, jongens. Aanbevelingen is de behandelingen. Dus laten we dat dan ook gaan doen. Dat is deze. Dokter geeft de beste aanbeveling om de behandeling te ondersteunen. Nou, laten we dat doen. En dan gaan we haar ook naar huis sturen. Nou, onze patiënt die gaat weer lekker naar huis. Ze heeft het advies gehad. En wij gaan door naar onze volgende en onze laatste patiënt. Denk ik. Even kijken, daar komt hij al. We gaan hem even snel op onze controle zetten. En dan gaan we beginnen met het interview. Dit is Wim de Ruiter. Een man van 25. Hij is leraar en hij is verzekerd bij Leven Gaat Door. En zijn rare perk is snelle stofwisseling. Oh, oké. Okay. We krijgen al meteen wat symptomen binnen. Slaapproblemen en prikkelbaarheid. En dan zien we eigenlijk al meteen insomnie staan. Dat is als je niet kan slapen, volgens mij. Ja, slapeloosheid of insomnie kan veroorzaakt worden door niet in slaap kunnen vallen. De gehele nacht te vast te slapen of te vroeg opstaan. De ziekte is niet medisch vast te stellen, maar wel degelijk een serieuze aandoening. Nou, en wat we kunnen doen voor hem is hem slaapmiddelen geven. Dus dat gaan we ook doen. We gaan dat aanreiken en dan gaan we hem naar huis sturen. En dan hoop ik dat meneer ermee kan leven, want het lijkt me ook echt verschrikkelijk als je dat hebt. Als je gewoon niet kan slapen. Dat is echt, dan kun je gewoon niet normaal functioneren. Dat is echt niet fijn. Nou, we hebben het gegeven aan hem. We hebben een recept gegeven. Geweldig, je hebt het gedaan. Bedankt voor je hulp. Wij nemen het hier van je over. Ik denk dat je ergens anders nodig bent. Klik op volgende om door te gaan. Nou, lieve mensen, dit was hem voor vandaag wat betreft Project Hospital. We hebben het eerste deel van de tutorial gespeeld. We hebben namelijk 3 delen. Wat vind ik er tot nu toe van? Ik ben heel erg onder de indruk van dit. Het gaat heel ver. Alles is super netjes geformuleerd in het Nederlands. Dus we kunnen letterlijk leren wat elke ziekte is, wat we eraan kunnen doen. We zien ook op de achtergrond hele extreme dingen gebeuren. Dus er kan nog van alles gaan gebeuren. Vind je dit nou leuk om te kijken en te volgen? Vergeet dan niet eventjes dat blauwe duimpje te geven. En als je meteen zou willen abonneren, zou ik dat natuurlijk helemaal geweldig vinden. Dan ga ik je natuurlijk hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik je gewoon te zien bij een volgende aflevering van Project Hospital. Want ik denk dat ik wel eventjes hiermee doorga. Bedankt voor het kijken. Tot dan.